De jeugd bewust maken van het begrip vrijheid. Dat is de belangrijkste reden waarom in veel Friese plaatsen schoolklassen oorlogsmonumenten adopteren. Adopteren Monument is een landelijk onderwijsproject voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Zij adopteren een oorlogsmonument uit eigen dorp of buurt. En ze maken zo kennis met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de rituelen die daarbij horen. Het belangrijkste is hen te laten beseffen dat vrijheid, zoals wij dat in Nederland kennen, niet zo vanzelfsprekend is als dat soms lijkt. Het is een herinnering om mensen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven jong hebben voor ons vrijheid. Vrijdagmorgen legden leerlingen van de basisscholen in Burgum een krans bij het herdenkingsmonument bij de Kruiskerk. Daarna was er in de kerk een herdenkingsdienst met toespraken en muziek. Het is een cyclus van 3 jaar. We zijn in Burgum met 3 squallen, de Arke, de Rijnboog en het Patoer. En om de beurt zorgt elke squallen ervoor dat het programma maken wordt, dat de band iets leuks doen. Ook in het kader van dit onderwerp natuurlijk. En dat ze daar wat over vertellen of over zingen. En ja, dat doen we met elkaar hier in het kerk. Wij winnen je bij elkaar, wij binnen je bij elkaar. En hier staan we bij het monument om te denken en te bedenken hoe mensen in de oorlog omkomen binnen. Jongs Meijer krijgt een taspraak houden voor de band van groepen 7 en 8 van de basisskwal in Burgum. Het motto van het taspraak wie je nooit meer oorlog in het grut en het liets. Ja, ja, het thema, het motto, wie vrijheid maken smal koor. En ik denk, ik stek daarop in dat wij nooit meer oorlog hebben, net in grut. Dat is van Hulsert bij een 4 voet, maar in het liedje is van mij een dichtbij, want het maakt ze zelf mooi. Het pesten kwam erbij aan orde. Ja, want ik heb zelf in het onderwijs zitten en ik weet wat pesten mijn band dwang kan. Ben we daar ook griezelig bang voor. En ze dwarren eens net meer naar squal dat ze pest wordt. Dat betekent dat ze haar niet meer vrij vielen. Ze missen de vrijheid. Dus zelfs pesten, dat is een aanslag op de vrijheid van Ben. En ik denk, dat snappen Ben. Dan weet ik wat vrijheid is. Als die lekker vielst, net bang bent, vielst die ik vrij. Dus er mag net pest worden. En mag noor ik net pesten. Dit monument bij de Kruiskerk dat wordt Trumskwan adopteerd. Ja, dat klopt. Wij zorgen er natuurlijk voor in samenwerking met de gemeente dat het net is bloot en onderhouden wordt. Maar één keer in het jaar dan lezen wij een krans en staan we even stil bij dit moment. Hoe bereid je hem steeds voor? Nou, eigenlijk gaat het op verschillende fronten natuurlijk. Bob Squals ben ik aan de gang om de grote lijn van het programma voor elkaar te maken. Maar het is het allerbelangrijkste dat er in de groepen wat ongebeurt. Want het gaat tenslotte om een band. En dat zij goed in de gaten krijgen wat oorlog is, wat oorlog betjutten kan. Maar ook wat angst betjutten kan en wat voor gevolgen dat voor hun had. En ook wat zij denken, wat zij daar zelf aan dwang kunnen. Er zijn prachtige tekeningen maken door de band. Wat vond je daarvan? Ja, dat vind ik geweldig. Ik vind trouwens heel dol hoe die band je van allemaal kan omgaan. Hoe disciplineerd ze zijn van alle 3 squallen. Het begon al van de tjerkers die ze mooi in vakken. Maar ik bij de betenking, bij de kroonslezing. Maar ik in het tjerken, band bij elkaar. Als ze voor ze graag in praten en zo. Maar wie stil. En ik het werk wat ze daar van de week aan dienen, die tekening die win prachtig. En als je er zo intensief aan de gang bent, dan wil je hier ik wel stil voor zelf. Net alleen nog in het grut, maar in het liets. Ja, precies, want ik denk dat dat in hun invloed leidt om daar een start te maken. En daar kiezen wat en wan op het squalplein, in de hoes, in de squallen. Daar lezen mogelijkheden voor ben om te zorgen dat we goed mogen omgaan. En dat we in de toekomst geen oorlog weer krijgen.